Goedemorgen, beste vrienden. Inmiddels is het geen geheim meer waar we vanmorgen met elkaar over gaan nadenken. Het schriftgedeelte is zojuist voorgelezen uit Richteren 6 en 7. En we hebben er een lied over gezongen. Hoewel de tekst, het gedeelte waar we vanmorgen vooral op willen inzoomen, niet zozeer aan de orde kwam in dit lied. Maar we zijn in elk geval al wel in de stemming gebracht. Het wollenvlies op de dorsvloer. Een hele eigenaardige geschiedenis. Ik denk dat het tamelijk bekend is, al was het maar van de zondagsschool. Maar als je nou vraagt van wat het werkelijk betekent. Ik bedoel, een teken heeft een betekenis. En wat zit daarachter? Wat ligt daar allemaal onder? Nou, daar wil ik vanmorgen gewoon eens uw aandacht bij bepalen en schrift met schrift vergelijken. En ik kan u verzekeren dat we dan heel wat op het spoor zullen komen. Ja, nou zal ik eerst even wat vertellen over de achtergrond van deze geschiedenis. Want we zijn begonnen zo achterin het hoofdstuk van Richteren 6. Maar de geschiedenis van Gideon die begint al in het begin van dit hoofdstuk, Richteren 6. En daar lees je, en dat is eigenlijk een telkens weer terugkerend refrein in het boek Richteren, dat Israël ongehoorzaam wordt aan de Heer. Het is de Richterenperiode, dat is de periode die ligt tussen de intocht in het land Kanaan onder leiding van Jozua en de periode dat Israël ook daadwerkelijk van God een koning ontving. Het zijn de dagen die voorafgingen, zo moet ik het zeggen, aan het koninkrijk van Israël. En daarom, als ik het zo zeg, is die periode ook in veel opzichten vergelijkbaar met de tijd waarin wij leven. Dat wil zeggen, het koninkrijk voor Israël moet nog aanbreken. En voor die tijd leven we in een periode waarin Gods hand zo moeilijk zichtbaar is. Dat was de Richterenperiode. Enfin, de Richterenperiode, daar zie je dus zo dikwijls dat Israël de Heere weer verlaat, vervalt in afgodendienst. En wat God dan doet, iedere keer weer, is vijandige volkeren tegen Israël laten optrekken en dan wordt het volk onderdrukt. En dat lees je dus ook hier in Richteren 6. Dan komt het volk van Midian en nog andere volkeren ook. En die onderdrukken Israël en bovendien ze plunderen het helemaal kaal. Zodra daar weer wat gewas op het land is, dan komen die vijandige volkeren, Midian en de stammen van het oosten en Amalek. En die komen dan en alles wordt geplunderd, zodat er zelfs geen schaap of geen rund meer te vinden is in het hele land. Zodat Israël in grote armoede terechtkomt. En dat gebeurt al inmiddels dan 7 jaar, lees je. Nou, dan lees je dat Israël in tijd van grote nood de Heere aanroept. Dus het beste ook wat je kunt doen. En wat God dan doet, iedere keer weer, is hen een verlosser zenden. En je leest hier in Richteren 6 ook, halverwege het hoofdstuk, dat de Heere verschijnt. Dat wil zeggen, de engel des Heeren, de engel van Jahwe, verschijnt aan Gideon. En dan lees je in vers 11 van dat hoofdstuk, eventjes nog ter introductie. Toen kwam de engel des Heeren en zette zich neer onder de terebint te Ofra. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar als je de Bijbel leest, vooral die verhalen in Genesis, Exodus, in het Oude Testament in het algemeen, dan kom je heel vaak, en op een gegeven moment struikel je erover, een terebint tegen. Of als je een Statenvertaling hebt, een eikenboom. Want een terebint is niks anders dan een eikenboom. Heel vaak. En ik zal u vertellen dat zo'n terebint een teken is van hoop. Dat weten wij niet meer, maar ik weet zeker dat men dat vroeger wel nog wist. Een terebint, een eik, spreekt namelijk van de trouw van God. De Bijbel spreekt ook over de eikenbomen van gerechtigheid. Het heeft te maken met het feit dat God recht doet. Het zijn van die grote, majestueuze bomen. Dat God recht doet
aan zijn woord. Hij vervult dat wat hij belooft. Ik kan het u nog wel wat duidelijker zeggen, want dat zijn van die associaties die ons als Nederlandse lezers ontgaan. Maar in het Hebreeuws zie je dat. Het woord terebint, of het woord eik in het Hebreeuws, dat is hetzelfde woord als het woord voor eed of eedzwering. En dan gaat er een lampje branden. Want dat betekent dat het herinnert aan de eed bij uitstek die God ooit al had gezworen aan Abraham. Het is exact hetzelfde woord. In het Hebreeuws zie je niet eens het verschil. De eik herinnert aan de belofte. Wat zeg ik? Aan de eed die God gezworen heeft aan Abraham. Namelijk dat hij Abraham zou zegenen en in zijn zaad, zijn nageslacht, alle volkeren van de aardbodem zou zegenen. Dat heeft God beloofd, dat heeft hij gezworen bij de hoogste naam, namelijk bij zichzelf. Daar herinnert die eik aan. En daarom lees je ook zo vaak in het leven van die aartsvaders over terebinten. Ga maar na. Of het nou Jacob was, of zijn vader Isaac, of diens vader Abraham. Iedere keer gingen ze zich weer vestigen bij een eik. Of de doden werden daar begraven. Of rechtspraak vond plaats bij de eik. Trouwens niet alleen in Israël, want in de hele antieke oudheid vind je dat terug. En dan lees je dat God de belofte had gegeven en dan staat er van en Abraham vestigde zich bij de eikenbossen van Mamre. Of bij een andere gelegenheid, hij zette zich neer bij de eikenboom van More. Dat is trouwens een hele mooie, want More, betekent eigenlijk onderwijzer. Van die eikenboom gaat namelijk onderwijs uit. Waarom ging Abraham nou bij een eikenboom wonen of zitten? Waarom vestigde hij zich daar? Waarom sloeg hij daar zijn tent op? Wel, het herinnerde hem aan de eed die God ooit gezworen had. En ik zal u vertellen, het heeft zelfs nog alles te maken met het teken van de besnijdenis. Maar daar moet u nog eens goed over nadenken. Dan moet u kijken naar die vrucht van de eik. Ja, het herinnert, wat explicieter zal ik het niet zeggen, maar voor de goede verstaande. Kijk, het heeft te maken met de eed die God gezworen heeft. En als je dan, zoals Israël in de dagen van Gideon, in grote problemen verkeert, geplunderd bent, berooid, in armoede en niet meer weet. Weet je wat je dan moet doen? Ik bedoel het overdrachtelijk natuurlijk. Dan moet je gewoon naar de eikenboom gaan. Weet je waarom? Omdat daar je daar herinnerd wordt. Aan de trouw van God. Daar word je onderwezen. Daar word je verteld. Waar hoop is. Daar gaat het niet om wat God van jou verwacht. Dat is niet zoveel hoor. Ja, of het moet een heleboel ongein zijn. Dat verwacht hij van ons. Weet u wat er in de Bijbel staat? De mens. Nee, God waarachtig. Zo vat Paulus dat heel kort en bondig samen. God waarachtig en elk mens leugenachtig. Dat verwacht hij van ons. Nee, die eikenboom die spreekt van wat een mens van God kan verwachten. En dat is altijd meer dan je denkt. Zelfs al verwacht je daar heel veel van, dan is het nog meer. De trouw van God, dat is solide, dat staat. Afijn, die engel des Heren die verschijnt dus, die zet zich daar neer onder de terebint van Ofra. En de engel des Heren verscheen dan aan Gideon en zei tot hem, de Heere is met jou, jij dappere held. Nou, dan lees je dat Gideon daar gaat tegensputteren, want hij zegt van ja, als de Heere nou met ons is, waarom dan deze hele situatie? Maar Gideon, ja, u moet dat hele hoofdstuk nog maar eens een keertje lezen als u thuis komt, want het is nogal lang. En het is een hele merkwaardige ontmoeting tussen die engel des Heren en Gideon, dat gesprek en dat offer wat dan vervolgens plaatsvindt. En dan lees je nog weer even verder, want ik ga gewoon stapsgewijs even door dat hoofdstuk om uiteindelijk bij die geschiedenis aan te komen natuurlijk. Dan staat er in vers 12, de engel des Heren verscheen hem. Nee, nou lees ik het verkeerd voor. In vers 14 dan, toen wendde de Heren zich tot hem. En hij zei, ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian.
ik zend u immers. Dat zou voor Gideon genoeg zijn om te weten dat God hem inderdaad zou bijstaan en zou vervullen wat hij had beloofd. En daar had hij helemaal geen... En dat blijkt, daar hebben we zojuist van gezongen. Dat lees je in die prachtige geschiedenis. Daar waren geen eens wapens voor nodig. Alleen maar kruiken en fakkels, weet u nog? Geen wagens, geen paarden, helemaal niks. En als er een hele legermacht is, dan moet dat eerst nog enorm worden ingekrompen. Tot 300 man. Opdat Israël in elk geval niet zou zeggen dat het door haar eigen hand was dat de verlossing tot stand was gekomen. Nee, God zegt, ik hou de eer aan mezelf. Ik beloof het. Ik geef het. Ja, ik zal voor u strijden en jullie zullen gewoon stil zijn. Goed, Gideon die wordt dus gestuurd. En dan komen we uiteindelijk bij die geschiedenis. Inmiddels heeft Gideon, de geest des Heren, lees je, heeft hem aangegrepen. En onder leiding van Gideon gaat een hele mensenmenigte, strijdbare mannen, gaan naar de vlakte van Jisrael, waar Midian met die vijandige volkeren was verzameld. Trouwens, Jisrael, dat is dat gebied in het noorden van Israël, die vlakte bij Megiddo, bij de berg Megiddo, bij Har Megiddo. Als ik het Grieks zeg, dan zeg ik Armageddon. Ja, ja. Die vlakte, daar waren al die vijandige volkeren verzameld. Een plaatje eigenlijk van wat er in de toekomst ook weer gaat plaatsvinden. Namelijk dat ook in het boek Openbaring lees je dat de volkeren daar zich zullen verzamelen. En God zal dan ook trouwens met hen gaan afrekenen. Zal hen neerhouden. Gideon betekent trouwens ook gewoon houwer. Dat wil zeggen hakker. Vanuit de hoogte. Ja. Oké, afijn. Dan komen we bij die geschiedenis. Want Gideon, die heeft dan die woorden van God aangehoord. Maar ja, niets menselijks vreemd. Hij wil daarin bevestigd worden. Hij wil een teken. En die krijgt hij ook. We lezen dan in vers 36. Toen zeide Gideon tot God: indien gij door mijn hand Israël wilt verlossen, zoals gij gezegd hebt. Zie, ik leg een vlieswol op de dorsvloer. Hij gaat van God een teken vragen. Hij zegt, ik leg een vlieswol op de dorsvloer. Nou wil ik de vraag stellen, waar gaat dat over? Als we nu weten dat Gideon had de belofte van God gekregen, God had hem aangezegd, jij zal de verlosser van Israël zijn. Maar u weet, ik ga er eigenlijk stilzwijgend van uit, dat heb ik nog niet eens uitgelegd, maar ik ga ervan uit dat u weet dat alles in de Bijbel, welke lijn je ook trekt, het komt altijd uit bij hem van wie heel de schrift spreekt, waar hij die het hart is van de prediking, namelijk de Heer Jezus Christus. Waar je de schrift ook opent, altijd gaat het om hem. Hij is degene van wie al de schriften getuigen. Zo zegt de Bijbel dat ook letterlijk. Al de schrift getuigt van hem. Wel, dat is in deze geschiedenis ook zo. In deze geschiedenis wordt eigenlijk de vraag gesteld van, ja, wie is nou de verlosser van Israël? En hoe bewijst God dat? Maar ik hoop dat u begrijpt dat het in wezen een dubbelzinnige vraag is. Want Gideon was een verlosser van Israël. Maar als we het nou hebben over de vraag van, wie is de verlosser van Israël? Nou, dan komen we zo linea recta uit bij de Heer Jezus Christus. En wat nou zo bijzonder is aan het teken dat Gideon vroeg, zo, hoe lang is het geleden, pakweg 3500 jaar geleden, dat teken dat hij kreeg van God en het teken dat hij vroeg, dat blijkt alles te maken te hebben met de verlossers van Israël en het teken dat God geeft en waarmee hij ook bewezen heeft dat hij de verlosser van Israël is.
En het eerste wat je dan leest in die geschiedenis is dat Gideon daar een vlies wol op de dorsvloer legt. Een vlies wol, dat is niks anders dan ja, een lamsvel of een schaapsvel. Waar herinnert dat aan? Wel, aan een lam of een schaap dat geslacht is. Een geslacht lam. Of aan een schaap dat naar de slachtbank gevoerd wordt. Nou, wat ik nu zeg, dat zijn allemaal van die uitspraken die zo rechtstreeks uit de Bijbel komen. En die allemaal spreken van de Heer Jezus Christus. Als een lam ging hij ter slachting. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Jesaja 53. Wel, Gideon zegt, ik leg een lamsvel. Iets wat nog overgebleven is van een lam of van een schaap dat geslacht is. Ik leg zo'n vel op de dorsvloer. Nou, zo'n dorsvloer, wat is een dorsvloer? Vind je ook heel vaak in de Bijbel. Pak de concordantie maar eens en zoek dat woord dorsvloer eens op. Hoe vaak dat niet een rol speelt. U zegt, ja, dat is nogal logisch, want het was een agrarisch volk Israël. En natuurlijk, bij de oogst speelde dat een grote rol. Ja, maar in zulke eigenaardige contexten. En soms een hele vreemde achtergrond. Dat je je afvraagt van, hoezo? Maar hier ook. Een dorsvloer, dat is niks anders dan een terrein waar het kaf van het koren wordt gescheiden. Dat is een heel proces. Tegenwoordig gaat het allemaal machinaal. Maar in vroegere tijden was dat een enorme klus. Eerst dat dorsen en dan kreeg je nog dat wannen. Ook een heel merkwaardige gang van zaken dat je ook nog wel eens in de Bijbel vindt. Maar een dorsvloer is de plaats waar het kaf van het koren gescheiden wordt. Hou dat even vast. Waar de dorsvloer vooral in de Bijbel bekend om is geworden, dat is vanwege de tempel. Die gebouwd is op een dorsvloer. Ja, je leest in de geschiedenis van David dat hij op een gegeven ogenblik van een Ornan of Arauna een dorsvloer koopt. En dat was allemaal ter voorbereiding, want later is het zijn zoon Salomo, de zoon van David, die daar op de dorsvloer, op die voormalige dorsvloer, de tempel bouwt. In 2 Kronieken 3 vers 1 lees je dat zo letterlijk ook. De dorsvloer is eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Jeruzalem zijn betekenis ontleent ja, aan de tempel. Maar wat is de tempel? Nou, dat is niks anders dan een dorsvloer. Dat is Jeruzalem. De dorsvloer verwijst daarom ook inderdaad naar de tempel, of meer speciaal naar Sion of naar Jeruzalem. En ik kan het u nog duidelijker vertellen, want ik zal dat schriftgedeelte verder nu niet meer aanhalen, maar u moet het maar eens een keertje teruglezen. In Micha 4, aan het einde van dat hoofdstuk, daar lees je, dat is een profetie, dat God, en dat is in onze dagen nog steeds toekomst, dat hij alle volkeren zal verzamelen, maar daar had ik het al even over, hè? Israël, Armageddon, dat hij alle volkeren zal verzamelen en dan lees je als schoven op de dorsvloer te Sion. Dat wil zeggen, daar wordt die toekomstige gebeurtenis, waar de profetieën zo dikwijls over spreken, dat God de volkeren bij elkaar zal brengen, daar in het Midden-Oosten, de hele Verenigde Naties komt daar samen en waar, wel in het land van Israël, meer speciaal bij Sion. En die volkeren die doen dat om Israël in de pan te hakken. Maar in werkelijkheid is het God zelf die ze daar verzamelt als schoven op de dorsvloer. Hij verzamelt ze daar voor de grote oogst. En dan gaat hij, ja, bij bepaalde gelegenheden lees je dan de schapen van de bokken scheiden, maar je leest ook dat hij het kaf van het koren gaat scheiden. Dan zie je ook meteen waarom Sion die dorsvloer is. Sion is de dorsvloer omdat daar de plaats is waar het kaf van het koren gescheiden wordt. Waar het koren, het brood, zichtbaar wordt. Ja, dat heeft verschillende lagen, denk ik nog, als ik het zo zeg. Eén ding moet u even onthouden. En dat is dat de dorsvloer spreekt
van Zion. De plaats waar de tempel gebouwd is. De plaats waar God de volkeren zal verzamelen als schoven op de dorsvloer. Die dorsvloer spreekt van Zion. Nou, dan gaan we nog even verder. Want dan zegt Gideon, wanneer er alleen dan op dat vlies dauw zal zijn. En nou, dan moeten we nog wel een vraag stellen. Waar spreekt dauw van? We hebben het gehad over het lamsvel. We hebben het gehad over de dorsvloer. En nu over die dauw. Want dat vraagt hij specifiek. Hij zegt, wanneer er dan alleen op het vlies dauw zal zijn. Wel, dauw, dat is, dat vind je heel vaak in de Bijbel, een beeld van zegen. De dauw des hemels van boven wordt dat dan genoemd. Het komt namelijk van boven. Misschien kent u die psalm 133. Waar je leest over hoe lieflijk het is als broeders tezamen zijn. Maar dan eindigt die korte psalm met dat het is als de dauw van Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Heb je het weer? Op de bergen van Sion. En dan staat erbij, daar gebiedt de Heere zijn zegen. En leven tot in de eeuw. Dan zie je drie dingen zo in ene bij elkaar komen. En dan weet je ook meteen waar dauw van spreekt. Je ziet, er wordt gesproken over dauw, er wordt gesproken over zegen en er wordt gesproken over leven. Wel, dat is precies wat dauw is. Dauw komt net als de zegen van boven. Alle zegen komt van boven, toch? Dat weten we. Wel, dat is die dauw ook, die komt van boven. En dat is wat het land, wat het gewas vruchtbaar maakt. Het is in wezen leven. Het is water. Het is net als regen, niks anders dan dat middel waardoor nieuw leven ontstaat, waardoor vruchtbaarheid ontstaat, waardoor gewas groeit en alles tot leven komt. Wel, die dauw van de hemel spreekt van zegen, van vruchtbaarheid, van leven dat alleen maar van boven trouwens kan komen. Het is trouwens heel frappant dat de dauw die ontstaat bij zonsopgang, hè, vroeg in de morgen. Maar nou hoop ik dat ik meteen ook de link kan leggen. Want kijk, in wezen spreekt de dauw van niets anders dan van het leven dat God geeft. En waardoor hij inderdaad vruchtbaarheid laat ontstaan. Waardoor hij nieuw leven verwekt. Het kan niet meer zijn, het spreekt. En het verwijst naar hem, naar het lam dat geslacht is. Laat ik het dan meteen maar concreet zeggen. Het spreekt van het lam dat geslacht is, daar in Jeruzalem, in Sion, op de dorsvloer. Maar die vroeg in de morgen opstond uit het graf, nieuw leven ontving. En dan lees je in vers 37, maar dat Gideon er nog bij zegt, maar het gehele land, als dan het gehele land droog blijft, hij zegt, dan zal ik weten dat gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals gij gezegd hebt. Met andere woorden, als het hele land gewoon nog droog is, maar daar op die dorsvloer alleen dat lamsvel bedauwd is, wel dan weet ik dat ik de verlosser van Israël ben. Nou, en dan lees je in vers 38, en zo geschiedde het, de volgende morgen vroeg stond hij op. Of de volgende morgen stond hij vroeg op. Ja. Denk even door, hè. De volgende morgen stond hij vroeg op. Het heeft te maken met wat hij dan gaat zien, met wat er ooit op die morgen gebeurde, in de vroege ochtend, bij zonsopgang, toen het lam dat geslacht werd, verrees uit het graf, nieuw leven aan het licht bracht. Kijk maar, er staat daar nog bij, hij wrong het vlies uit, hij perste dauw uit het vlies, een schaal vol water, terwijl het hele land droog is, dor, doods, is alleen dat lamsvel vol met dauw, vol met leven, vol met water des levens. Hij wringt het uit en een hele schaal vol met water. Niet een beetje, nee, een
overvloed daarvan. Een volheid van zegen. Van boven, inderdaad. Een volheid van leven. Wel, spreek dat nou niet schitterend van onze Heer Jezus Christus. Hoe Hij is aangewezen als de verlosser van Israël. God heeft een teken gegeven. Wel, God heeft gezegd, het lam wordt geslacht. Daar, op die ene specifieke plaats, even buiten de poorten van Jeruzalem, daar te Sion. Maar dat lam dat geslacht is, dat is niet het einde. Integendeel, daar begint het pas. Want ik geef dat lam dat geslacht is, laat ik verrijzen uit de dood. Hij ontvangt leven van boven, dauw van boven, van de hemel. En hij bracht leven inderdaad aan het licht. Leven dat de dood namelijk achter zich heeft. Onvergankelijk leven. Kijk, lieve mensen, dat is precies de blijde boodschap. Het spreekt, terwijl misschien dan de hele wereld nog, en dat is toch in wezen de actuele situatie, de hele wereld mag dan droog zijn en dor en vergankelijk. Hè? Vergankelijk, ik bedoel, we zijn allemaal stervelingen. Dat is ons lot. Meer zijn wij niet. Vlees, vergankelijk. We lopen met de dood in onze schoenen. Jawel. Maar waar de Bijbel op wijst, is op hem die verrezen is uit het graf. Het lam dat geslacht is. Blijft het daar dan bij? Nee. Want dan lees je in vers 39. Toen zei de Gideon tot God, uw toorn ontbrandde niet tegen mij. Mogen ik nog slechts ditmaal spreken? Laat mij nog eenmaal met een vlies een proef nemen. Laat nu alleen het vlies droog blijven. Het vlies was inmiddels al bevochtigd. Hè? Laat nu alleen het vlies droog blijven. Maar op het hele land, zei Douw. En God deed al zo in de nacht. Alleen het vlies was droog. Het vlies wat al bevochtigd was. Dat was nu niks speciaals mee gebeurd. Nee, maar op het hele land was Douw. Ja. Dat is het tweede teken. Dat God gaf aan Gideon ter bevestiging dat hij de verlosser van Israël zou zijn. En we gaan meteen maar naar de echte betekenis, naar de diepste betekenis, de grootste, de definitieve betekenis. Namelijk naar dat wat er in de toekomst gaat gebeuren. In eerste instantie, dat is de situatie in onze dagen nog steeds, kennen wij het lam dat geslacht is, dat leven heeft ontvangen, maar de rest van deze wereld is nog droog, dor, sterfelijk. Jawel, maar daar blijft het niet bij. Want bij het tweede teken gaat God aan het omliggende land ook datzelfde leven geven wat ooit al eerder was gegeven aan dat schaapsvel, als u begrijpt wat ik bedoel, aan dat lam dat geslacht was. Want dan krijg je dit verhaal. Je hebt dus twee tekenen. Het eerste teken van dat lamsvel dat bedauwd is. En het tweede teken waarbij het land bedauwd is. Het is niet moeilijk om dat dan vervolgens in te kleuren. Als je de Bijbel, als je boodschap kent in zijn geheel. En je weet dat het allemaal gaat om de Heer Jezus Christus. En om wat God door hem aan deze wereld gaat geven. Wel, dan begrijp je zo'n teken ook. Nou ja, je moet graven. Je moet schrift met schrift vergelijken. Maar daar ontvouwt zich een geweldig panorama. Wat je dan ziet, is dat dat eerste teken spreekt van de eerste komst van Christus. Toen hij als enige en als eerste verrees uit het graf. Het lam dat geslacht is. Jawel, maar hij is verrezen. Maar datzelfde leven wat hij inmiddels ontvangen heeft, hij heeft de dood overwonnen. Datzelfde leven, dat gaat hij straks in zijn tweede komst geven. Ja, aan wat? Ja, daar kan ik verschillende dingen invullen. Want het wordt namelijk steeds mooier.
In de eerste plaats gaat hij leven geven aan de gemeente. Ik bedoel nu ook gewoon opstandingsleven. Heel concreet, zoals hij opgestaan is uit de dood, zal hij straks de gemeente dat leven geven. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, die van Christus zijn in zijn parousia. Ja, dat is de gemeente. Maar ook, niet alleen wij zullen onvergankelijkheid aandoen. Nee, maar ook Israël. Dat is het volgende. Als Israël, als God de draad weer met dat volk op gaat pakken en dat volk tot erkenning zal komen van hem die zij ooit hebben geslacht. Ja? Als zij hem zullen gaan kennen, dan zal, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Dan gaan zij dat leven ook ontvangen. En uiteindelijk zal ook de hele volkerenwereld in het Messiaanse Rijk dat leven gaan krijgen. Zomaar, gratis, voor niks. Sterker nog, uiteindelijk, als we echt dan met de verrekijker gaan zien en naar het einde van Gods plannen gaan turen, dan zien we dat uiteindelijk de dood compleet teniet gedaan wordt. De dood werd overwonnen toen het lam, het geslachte lam, verrees uit het graf. Toen werd de dood per definitie overwonnen. Maar de dood zal worden teniet gedaan uiteindelijk, als er helemaal geen sterveling meer zal zijn. Als er alle doden zijn opgestaan en allen, allen die in Adam gestorven zijn, leven zullen hebben ontvangen. En dan zal het gehele omliggende land, niet alleen maar dat lamsvel, maar het hele omliggende land zal bedouwd zijn met de zegen, met het leven van God. Kijk, dat is wat God voornemens is. Dat gaat hij doen. En ik vind het zo geweldig om in deze tijd dat nu al te mogen weten. Om herinnerd te worden, om eventjes de link weer te leggen met waar ik mee begon, om herinnerd te worden aan de trouw van God. En God die spreekt. Onvoorwaardelijke woorden. Waar een mens werkelijk houvast aan kan. Wat aan een mens werkelijk houvast geeft. Een rotsgrond onder de voeten. Waar je werkelijk op kunt steunen. Niet een boodschap waarbij hij iets van ons verwacht. Niet een product wat we moeten verkopen. Nee, het is een bericht. Dit is een bericht. Vanmorgen heb ik niets verteld over wat God van u verwacht of wat wij zouden moeten doen. Nee, we openen de Bijbel en we lezen gewoon wat God zegt. Wat hij belooft. Wat hij geeft. Als teken. Als bewijs van de verlosser van Israël. En hoe dat leven dat hij aan het licht gebracht heeft eens, ja, niet alleen de gemeente, de Israël en de volkeren en uiteindelijk de hele schepping zal bedouwen. Dat is een bericht. Een goed bericht. Of zoals een gospelgroep dat ooit zei, ik heb een bericht, een goed bericht, voor de ladies en de hoeren, voor de vissers en de boeren, en voor de laffen en de stoeren. En zo eindigde het, maar speciaal voor jou. Zo is het. Amen. We gaan een lied zingen over de opstanding. We hebben het gehad over het lamsvel op de dorsvloer dat bedouwd werd. En we gaan nu een lied zingen over de opstanding. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, daar op de dorsvloer. Die galmt door gans Jeruzalem. Die gaat daar inderdaad galmen in de nabije toekomst. Als zij dat leven zullen gaan ontdekken. Een heerlijk morgenlicht breekt aan bij zonsopgang, weet u wel, die dauw. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan.
zomerlied zijn we niet zomaar uitgezongen. Zullen we met elkaar onze hemelse Vader danken? Trouwe God en Vader, we danken u aan het einde van deze samenkomst dat we uw woord mochten overdenken. En zo'n overdenking is altijd gebrekkig, al was het maar omdat het door mensenmond moet komen. Maar we danken u dat uw woord zo geweldig is. Uw woord dat levend en krachtig is, als de dauw van de hemel. En uw woord dat spreekt van zegen. Uw woord dat spreekt van die God die, van wie een mens werkelijk op aan kan. De trouwe God. Als een eik staat zijn woord. En Heer, we danken u dat we daar weet van mogen hebben. Dat we ons mogen laten onderwijzen door die eik. Door die trouw van God. En wanneer we uw woord open doen, dan worden we altijd daar weer bij bepaald. Bij wat u gesproken hebt. En wie u bent en wat u beloofd hebt. En dat is allemaal gratis voor niks. En juist daarom maakt het ons ook zo blij. Omdat het niet, we kunnen er niks aan toevoegen, maar we kunnen er al evenmin iets aan afdoen. En juist dat geeft rust. En dat geeft vrede. En blijdschap. En hoop. En al die dingen waar zo'n enorm gebrek aan is in deze wereld. En we prijzen onszelf gelukkig, Heer, dat we zo ons mogen laten onderrichten door uw woord, stil mogen gaan zitten en ons bezig houden met wat u gesproken hebt. En dat we altijd weer in die Bijbel, waar we ook opslaan, welke bladzijde we ook openen, altijd weer bepaald worden bij hem die geslacht is. Die stierf, die zijn leven gaf tot een losprijs voor allen, voor deze hele wereld. Wie we ook zijn, wat onze achtergrond ook is. En dat hij die stierf. Verrees uit het graf. Jezus Christus, de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die leven aan het licht bracht. En Heer, daar kunnen we inderdaad niet genoeg van zingen. En dit is namelijk een leven wat geen eind kent. Het is letterlijk en figuurlijk een eindeloos leven. Leven dat de dood achter zich heeft. En Heer, we danken u dat wij daar nu al weet van mogen hebben. Dat wij nu al in dat nieuwe leven ook mogen wandelen. Maar vooral ook dat we uit mogen zien naar die tweede komst. Dat ook de rest van deze wereld, van de schepping daarin gaat delen. In fases, niet allemaal tegelijk, maar Heer, we danken u dat die kring steeds wijder wordt tot het niet meer wijder kan, omdat dan allen eenmaal zullen delen in die geweldige zegen die alleen u kunt geven. De dauw van de hemel van boven. Heer, we danken u dat we zo daarbij bepaald mochten worden deze morgen en dat dat ook weer meer dan genoeg is om ook de week in te gaan, om daaruit te leven, om daarvan te spreken, want er zijn er zoveel die snakken naar werkelijk een woord dat solide is. Heer, we danken u zo voor alles wat u vanmorgen aan ons hebt gegeven. En dat uw woord licht geeft in ons hart. En dat we daar nooit te veel van kunnen verwachten. Zo bevelen we ons bij u aan. En we danken u dat we voor uw rekening zijn. Amen.